Kamp is het moment dat je moet genieten van niet alleen van buiten te spelen en niet op je iPad te zitten ofzo. Alles gaat veranderen, gaat niet meer zo vuil worden en de meeste kinderen gaan op hun gsm zitten. Ik mag geen gsm meenemen op kamp en ik vind dat niet erg, want ja, dat is goed om zonder gsm te zitten en dan ben je veel socialer met de rest. Een gsm op kamp is niet echt nodig, maar het is wel handig. Stel dat ik mijn gsm zou mogen meenemen op kamp, dan zou ik er overdag niet mee bezig zijn, omdat we dan toch altijd dingen doen, maar s'avonds zou ik dan wel eens een berichtje willen sturen naar mijn liefje. Ik mis dat soms wel. Stel dat ik mijn gsm zou mogen meenemen naar kamp, zou ik ze gebruiken voor foto's. Ik mag mijn gsm niet meenemen op kamp, dus ik kan zelf geen foto's op Facebook zetten. Ik vind dat niet erg, anders ga je zo veel te veel letten op hoe dat je gaat kijken, zo die selfies en zo. Dan maakt dat zo belachelijk en het is liever zo'n spontane foto dan helemaal geforceerd. Ik weet dat ons leden na het kamp dingen posten op sociale media. Dat is eigenlijk promotie voor de Giro, want ze delen dat eigenlijk met al de vrienden. Ik zet foto's op Instagram omdat ik dat leuk vind en zij zet dat erop voor de likes. Nee. Het is een keer zonder gsm, ik moet dat een keer kunnen uithouden. Ik vind brieven schrijven op kamp persoonlijker dan een sms, maar een sms gaat sneller. Maar ik schrijf niet zo graag brieven omdat ik een lelijke schrift heb.